Dus wat we doen, we lopen naar binnen. Deze nemen we mee. Ik denk eerst uitkleden, zelf die borden omdoen en dan vastlijmen. Denk je dat ze ons zoveel tijd geven? Oh my god, Ivy. Ik hoop echt dat alles goed gaat. Ik dacht dat we vanmiddag gearresteerd zullen zijn. Waar zijn de broekjes? Pand willen verlaten, alsjeblieft. Zit vastgeplakt met superlijm, sorry. Steeds vaker duikt bij jonge mensen ook de term klimaatdepressie op. Klimaatverandering is de grootste bedreiging wereldwijd. Wat vinden jullie van deze demonstratie hier? Lachelijk. Maar zij zorgen er wel voor dat jullie over 50 jaar nog steeds gewoon over de lucht... Over 50 jaar ben ik koud, man. Lul niet zo slap. Ik ben al best wel lang bewust van het klimaat en ik ben ook al 3 jaar vegetariër. Ik werd me echt bewust, denk ik, na die allereerste van Youth for Climate. Greta Thunberg die deed het ook allemaal en ik dacht, nu moet ik ook in actie komen. Ja, ik ben Meli, ik ben 16. Geloof het of niet, ik zit op ROC. Hoe ben ik betrokken geraakt bij klimaat? Het is eerlijk gezegd voor mij ook nog steeds een raadsel. Ik heb niet de ouders daarvoor, ik heb niet de omgeving daarvoor, ik heb niks daarvoor. Ik had social media en die gaf me een linkje naar het na klimaatstaking in Amsterdam. Toen leerde ik Geert kennen en zo ben ik betrokken geraakt. Zo heb ik eigenlijk alles over klimaat geleerd. Drie jaar geleden nooit gedacht. Ik zou waarschijnlijk nu gewoon thuis zitten. Op mijn bed tv liggen kijken, maar nee, ik zit in een vergadering over staking organiseren. Mijn naam is Armando, ik ben 22 jaar. In begin 2020 heb ik mijn studie op pauze gezet om me volledig voor Extinction Rebellion in te zetten. Omdat ik zoveel van jullie inzag dat onze overheid de klimaatcrisis niet voor ons gaat oplossen. En dan vraag ik me af, hoe kan dit gebeuren? Zo organiseerde ik vorig jaar voor de kerstvakantie een blokkade op Schiphol. Nadat heel Nederland opnieuw in lockdown ging. Behalve de luchtvaart. De politiek houdt dit ongelijke systeem in stand. Hallo, we zijn hier op Schiphol. Vastgeplakt. Hier zit Armando. Armando, beweeg eens met je voet. Hallo. Hallo. Ik had aan het begin zeker niet het idee dat het heel goed begrepen zou worden. Omdat ik uit een omgeving kwam waarin demonstreren werd gezien als zeuren. Toch die houding van ga eens aan het werk. Wat iedereen vertelt, maak carrière en word gelukkig en wees een voorbeeld voor de maatschappij. Maar die eerste keer dat ik ben gearresteerd, was op dat moment had ik ook nog best wel een beetje het idee dat ik uiteindelijk bij, weet ik veel, een of ander financieel bedrijf, bij Deloitte zou gaan werken. En dacht ik wel van, hé, maar gaat dat me nog wel worden? Dus was op dat moment best wel een flinke keuze voor me. Weg, hè? Nu gaat het weg.
Gaan we de laatste dingetjes opruimen. Oh, mijn favoriete pizza. Dat is zo cute. Oh, dat is van KLM, godver. Kijk, het is de Nederlandse kaart. En op dit scherm hebben wij An Inconvenient Truth van Al Gore gekeken. Toen ik... Hoe oud was ik nou toen? 11 pas? Nou. Maar nu het weerbericht. Het gaat ook sneeuwen. Wordt 0 graden. Dat kan je gewoon als kind al begrijpen. Dat is het hele punt. Dat is ook waarom het dan zo raar is dat al die volwassenen het niet begrijpen. Of in ieder geval, dat dacht ik toen. Dat ik toen dacht, hè, maar waarom gaat het hier niet de hele tijd over op school? En ja, waarom worden we niet voorbereid op wat er gaat gebeuren? Mijn eerste horloge. Ja, dit kan weg. Wil je nog naar die kinderkleertjes kijken? Ja, nou. Oh ja. En hier heb ik geleerd, als iets stuk is, dan kan je gewoon iets erop doen. Ik denk wel dat er eerder ingegrepen had kunnen worden. Weet je wel, nu kan je niet meer voorstellen bijna, maar dat je gewoon gratis plastic tasjes kreeg bij de supermarkt. Mm-hmm. Hoe kon dat? Plastic speelgoed en plastic alles. Ik denk, ja, misschien niet per se jij als persoon, maar gewoon natuurlijk wel de generatie ouders van jouw leeftijd, die heeft daar gewoon massaal aan meegedaan. En die gingen elk jaar meer en meer cadeaus kopen voor hun kinderen, waardoor het ook normaal wordt om superveel troep te hebben. Wij waren daar inderdaad niet zo mee bezig in de 80e jaren met dat plastic. En ik ben heel erg van begin bij jezelf en zorg dat je zelf bewust leeft. En jij bent paaf, je gewoon de wereld verbeteren, wat ik ontzettend goed vind. Ja. Iemand moet het doen. Ah, goed, ik maak me dan nog wel zorgen dat ik denk, nu ziet ze daar vrolijk en lekker vief uit. Maar ze heeft ook eens periode dat je gewoon zit te huilen, echt letterlijk. Van ja, mijn hele wereld gaat kapot. En geen uitweg zag. Als ik zelf naar kijk, als ik zei huizen gaan overstromen, dingen gaan gebeuren. Ik denk dat we van een mooi land naar een grote ghetto gaan. Je hebt vooral even het gevoel dat je heel lang bent bedrogen door de mensen die erover gaan. En op het moment dat je dat weet, dat je bent bedrogen, en dat je ziet hoe dat werkelijk in elkaar zit, het is gewoon een shock. Hoeveel mensen zijn het die het idee hebben dat we alles van ze af willen pakken? Heel erg veel. En daarom zitten we binnenkort opnieuw met het kabinet dat fossiele bedrijven als Shell en KLM enorm subsidieert. Stop met de subsidies aan de fossiele industrie en geef de Shell papers vrij. Ah, godver. Dankjewel, dankjewel. Was het spannend? Ja, ik ben hier echt niet goed in, man. Ja, ik ben door mijn vader heel erg opgevoed met toch het idee van ondernemerschap om als manier om de wereld te veranderen en een beetje te verbeteren. Ik begon ook een beetje die kant op te gaan met technische bedrijfskunde. Meer het bedrijfsleven ingaan, carrière maken. Maar ik ben uiteindelijk met diezelfde waarden er toch achter gekomen dat bedrijven het niet gaan oplossen. En dat wij het met z'n allen zullen moeten gaan doen. We waren naar Den Haag, naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Niet gearresteerd voor de verandering. Het blijft toch een beetje ongemakkelijker.
Tenminste, vooral eerder had ik dat. Dan vertel ik mezelf van, er is geen enkel probleem voor zijn groep te staan. We moeten gewoon een presentatietje doen, boeit niks, bla bla bla. En dan heb je ook echt niet het idee mentaal dat het heel raar is. Maar dan loop je helemaal naar voren en je benen beginnen te trillen als een malle. Ja, dat waar ik pas wel een beetje van schrok. Maar toen kreeg jij in één keer een gezicht. Armando, of de woordvoerder van XR. Toen trad je echt naar buiten. Dat vond ik wel een beetje een aparte gewaar worden. Dan denk ik van, oké, wat komt daar weer uit? Dat is wel slecht met schilderen, joh. Je kan ook helpen naaien als je wil. Toch, we gaan naaien. Hey, maar is jouw vader echt een klimaatontkenner? Dat wist ik niet. Ja, mijn vader is een heftige klimaatontkenner. Mijn vader was echt gewoon heel boos toen ik hem vertelde over deze groep. Het blijft wel grappig dat jij wel bij ons terecht bent gekomen. Maar hoezo was je dan eerst ook klimaatontkenner? Ik? Nee. Ik wist eerst niet eens van het klimaat af. Maar ja, in die leeftijd, toen werd nog niet gepraat over klimaat. Ik was toen 14. Dan heb je niet echt veel over politiek. Althans, ik niet. Ja. Je hebt wel vegetarisch eet gemaakt, toch of niet? Schat, luister eens. Ja? Ik heb al heel veel peersala gekocht, lamskoteletjes. Ik heb het allemaal al klaargemaakt. Zolang je nog in de groei komt, in de groei zit en je komt bij mij, ja, dan heb je vlees mee. Ik heb al gezegd. Het is een dood dier wat zij zometeen in je mond stopte. Dat weten we. Je weet hoe ik daarover denk. Zolang jij nog in de groei zit, heb ik liever dat je gewoon normaal mee eet. Ja, maar jij gaat er niet aan dood, zeg maar. Huh? Jij gaat er niet aan dood. Ik ga er niet aan dood. Dat gaat een beetje. Kijk, wij zijn natuurlijk heel anders opgegroeid. In onze tijd speelde dat allemaal niet mee. Ik heb het je altijd gezegd. Jij mag doen wat je wilt. Het is jouw keuze. Helemaal als je 18 bent. Voor mij mag je ervoor gaan. Zal ik je ook steunen. En dan maak ik ook voor jou geen vlees meer. Als zou je het nog willen. Dan houdt het op. Maar zolang je nog in de groei bent, schat. Nog even een jaartje. De keer dat ik een verandering zag, was maatschappelijk kritisch, zou ik het willen noemen. De Zwarte Piet was volgens mij echt wel een van de eerste keer dat ik denk van, hey, een man die weigert te accepteren hoe dingen zijn. En op dat moment vond ik het allemaal een beetje overdreven. Ik denk, joh, Zwarte Piet is 100 jaar, is het al 1000 jaar, Zwarte Piet, waar zul je over? Nou, ik kan een man wel snappen waarom hij kiest voor de weg die hij gekozen heeft. Alleen ik zeg niet dat Extinction de weg is. Ik kijk best wel op Extinction als een ongeorganiseerde bende. Bij Extinction heb ik eigenlijk mijn plek gevonden. Daar zijn mensen die zich net zo voelen als ik. Wij hebben hier ons binnen vastgeplakt aan de winkelruit van de H&M. Omdat de H&M zich schuldig maakt aan grootschalige greenwashing. Ik zie dat de politie eraan komt. Eis vandaag is dat de H&M dicht gaat. U bent net voor het pand verlaten. U blijft nu huis tegen. Is het vastgeplakt? Kun je niet zelf losgaan? Superlijn. Rebellion! Is er nog meer lijn? We gaan jullie eraf halen en jullie zijn aangehouden. Aangewezen. Mocht het geval zijn, dat ze wel verzoek op met 71 opleggen. En dat is wel een hele zware. Want daar kan je ook echt maximaal 12 jaar voor in de gevangenis. Au. Kijk uit. Wacht, nee. Dat is echt, dat gaat echt te hard. Extinction! Ja,
een uurtje rijden, dus ga voor. Als je klein bent, raak je heel snel onder de indruk. En er zijn bepaalde dingen die daarvan blijf je onder de indruk. En motoren was er één van. Ik hield wel altijd van grote Harleys. Het is moeilijk om uit te leggen. Ik denk een combinatie van hoe het eruit ziet met het geluid. Dan wil je de toeren horen. Dan wil je de toeren voelen. Dan wil je die hele motor voelen. Als ik mijn droom niet opgeef, dan over een paar jaar dan zijn mijn schoenen niet meer droog. Ik heb geen keuze. Ik moet mijn droom wel opgeven. Staat er wel een medewerker. Je weet precies wanneer iemand je heeft gezien dan, hè? Laten we doorgaan naar de volgende. Ja, we hebben problemen. Let's go. We zijn aan het helen. Ja. Waar staat het voor dan? Je huid is je enige kleren die je zeg maar altijd mee kan nemen als straks alle shit going down is. Maar denk je echt dan dat we echt moeten vluchten op een gegeven moment? Ik heb wel nog steeds het gevoel dat Nederland gaat overstromen en sneller dan wij denken. Maar jij hebt constant, zit je in je hoofd, piekeren over wat er allemaal slecht gaat. Zeg maar, vroeger was dat wel, of ja, vroeger, vorig jaar of zo al, dacht ik echt, oh, hou op. Dat het gewoon dat beladen de hele tijd. Kunnen we niet gewoon even een beetje luchtig, gewoon gezellig over poep praten en gewoon niet de hele tijd dat je gewoon echt boos wordt. Op mij, maar ook op, misschien ook wel eens op mama, maar ja, het maakt mij niet een prettige persoon om mee rond te hangen, weet je. En aan de andere kant denk ik, ja, mensen moeten er ook maar gewoon mee kunnen dealen dat de fucking realiteit zo is, weet je. Mm-hmm. Maar denk je dan ook echt dat mensen, dat bijvoorbeeld vrienden of vriendinnen minder snel met je omgaan omdat je zo hard bent? Ja, ik denk dat er wel mensen zijn die wat afstand nemen of zo. En dat vind ik gewoon niet leuk, om daarmee geconfronteerd te worden de hele tijd. Dat is nog één iemand die ooit tegen me zei, ja, Robin, als jij normale kleren zou dragen, dan zouden mensen je wel aardig vinden. Me weer een soort van opgesloten voel in dit kamertje of zo. Ja, en gewoon die sadness. Ja, ook een soort eenzaamheid, denk ik. Maar ja, ik weet niet, ik denk, zeg maar, dat lag ook niet per se alleen maar aan de omgeving, maar dat lag natuurlijk ook gewoon aan mezelf of zo, dat ik dat deed, maar ja. Ik sloot me wel vaak op in mijn kamer, zeg maar, of zo. Dus dan zat ik gewoon hier, soort van
ja, als je je al een beetje een soort van outsider voelt, dan is het makkelijker om ook als outsider te kijken naar wat de fuck is hier eigenlijk aan de hand en hoe kunnen we dat dan anders doen. Ja? Nou, ik zal het echt heel bij mij. Mijn echt cool. Als je in een vriendengroep zit die het er nooit over heeft en dan ga je er ineens over beginnen. Ik denk dat als ze een verhaal vertellen, dat ze daar wel naar zullen luisteren. Maar ik denk dat als ik zeg van ik doe dit en ik doe dit voor het milieu en ik hou me hiermee bezig. Ik zie niet in dat zij dan ook iets soortgelijks willen gaan doen. Het zijn jongens die zich nooit meer zullen bezighouden. Die weten klimaatverandering bestaat en that's it, ze weten niks voor de rest. Zulke jongens gaan het nog niet onderzoeken. Je merkt ook, het zijn altijd de jongeren op gymnasium en het VWO die dan naar die staking komen. En dan heb je jongens op kader en op basis. En die zie je dan nooit. Hier zien we rebellencoördinator Armando van Vlast uit Amsterdam. In naam van de klimaatreligie orchestreert hij acties waardoor uw bedrijfsvoering, reis en verkeer wordt gedwarsboomd. Dat gezicht spreekt boekdelen, is niet meer te helpen. Ik weet, geweld lost niks op, maar zou me toch graag eens op zijn dop geven. Als deze jongen nou eens gaat werken, dan heeft hij geen tijd voor deze onzin. Ik zou me als ouder echt kapot schamen. Zoveel nutteloze onzin na al die jaren investeringen in educatie. Dan ben je dan totaal gefaald. Wat een teringegoïst. Dat kan me wel echt wakker houden. Dat ik echt keihard ergens voor ga. En dat ik dan merk dat ik lang niet zoveel van elkaar krijg. Als ik weet diep van binnen dat ik kan. En dan gebeurt het ook wel regelmatig. Dat ik er echt heilig van overtuigd ben dat we iets verkeerd aan het doen zijn. En dat ik daar vervolgens niemand van weet te overtuigen. Ja, dat is niet altijd makkelijk. Om dan positief te blijven en er toch keihard voor te blijven gaan. Ja, je wordt gewoon stelselmatig genegeerd. Je woont in een huis met alle mensen waar je van houdt. En je ziet dat in de brand wordt gestoken. En je staat ervoor en het enige wat je hebt is een gieter. Je ziet het in de brand staan. Je ziet het in de brand staan. Het doorgaan van overproductie en overconsumptie is gekkenwerk. Wij vinden dat het anders moet en anders kan. Sluit je aan bij ons op het spui, op de leren hoe je je kleren kan reparen en zodat we niet meer op de productie gevierd wordt. Waar met hoge kortingen mensen de winkels ingelokt worden om spullen te kopen die ze eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Word je daar echt gelukkig van? Mooi, en het lijkt ons dingen te geven die we graag willen. Maar hebben we het wel echt nodig? Hoe vaak draag jij je kleding?